Hallo kijkers van ZizoTubers. Welkom bij een gloednieuwe serie. En dit heb ik nog niet aangekondigd, maar dit is op de Harry Potter server van de Deathly Hallows. En de echte Harry Potter kenners en zo, die weten wat het is. Dit is namelijk waar Harry eerst sliep onder de trap bij de Duffelingen. Ik ben zelf ook een groot fan van Harry Potter, maar goed. Dit is dan die nieuwe serie. Ik ben trouwens Milan, zo Milan ook wel. Ik ga nu gewoon een beetje spelen. Spelletje spelen. En ik ben al derdejaars. Dus ik ben niet gelijk begonnen. Ik zit in Zwadderig. Ben ik ingedeeld. En ik heb nog... En ik heb nu 1 dag en 6... 1 dag, dat is 24 uur. 6 uur en 5 minuten in totaal gespeeld. En ik zit in mijn derde jaar, zoals ik al zei. Ik moet voor de volgende rank 1 dag, dus 24 uur, plus nog eens 16 uur. En dat was het wel. En dan heb ik de volgende rank, dan ben ik vierdejaars. En het is ook volgens mij zo dat als ik vijfdejaars ben, dan kan ik een baantje krijgen. Dingen als leren, maar dan moet je athlete voor worden, dat was heel moeilijk. Builder zie ik nog wel gebeuren. Heel vaak op je gefoten worden, maar kan ik altijd proberen. Moeten jullie op mij foten, hè? Indien jullie op mij foten, nou ik weet trouwens dat wij wel kunnen foten, omdat we mos dat moeten doen. Maar dan gaan we nu, nee, we gaan hier niet rondwaggelen. We gaan nu naar Zwijnstein, de Creed Hall, ook wel de grote zaal. Hier heb je alle leraren. En wat ik van plan was om te doen, is... Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb alles nog in mijn appartement liggen. Ik heb namelijk een appartement. En dat is in Londen. Dan moet je echt naar Londen gaan. Dan kun je slash home doen, want ik heb mijn home erop gezet. Hier heb ik allemaal hier liggen. Ik heb sikkels, knuts en ik heb geld. Dat is erg veel. De meeste mensen hebben niet zoveel. Je kunt met PvP rolls om researches te verzamelen. Diamond pickaxe heb ik voor een foto gekregen. Heb ik zelfs het huis. En wel met het hout moet ik zelf verzamelen. En je kunt eigenlijk zelf toverstokken maken door, door hout te hakken. Kijk, deze heb ik opeens gekregen. Een dark wand. Ik zou niet weten hoe ik eraan kom, want ik ben namelijk gewoon goed. En mijn kleren zijn allemaal kapot. Hey, ik heb een sorteerhoed. Leuk. Maak ze het al in slider in. Blok of quartz. Heb ik heel veel van grieft in de PvP world. Want dat mag. Kom, ga open. Hier. Pak. Dan niet. En dit moest er open staan, maar die heb ik niet gekregen. Hier heb ik het woedens voor. Het ziet eruit als een knuppel. Maar goed. Hoofden gegrieft ook. Mag. En nu ga ik even. Ja, ik heb ook slash chest, daar zit al. Als ik nog meer keer. Dan pak ik me minder, zogenaamd. Ik heb minder. Dat noem je minder kwaliteitskleren. Alleen ik ben daar de broek van kwijt. Volgens mij is het mijn chest. Nee, waar is mijn. Kom op, geef me mijn mooie broek terug van slechte kwaliteit. Ja, mooi. We zouden zogenaamd slechte kwaliteit hebben. Dus alleen een iets andere kleur, meer niet. Nou, we zijn goedkoper, dus... Alhoewel, het scheelt maar 1 of zo, maar... De Dark One, die zou wel wat machtiger zijn of zo, dus dan pak ik die wel. En een Iron Sword voor de zekerheid. Ik heb hier gewoon arrow, maar ik doe niks mee, zolang je geen boog hebt. En dan moet ik nog meer meenemen. Chest natuurlijk food. Heb je heel veel. Kun je ook gratis krijgen. Ik heb 4 diamonds. Waar de pressure blijft heb je, maar die heb ik gewoon gekriefd. En hier moet ik het denk ik maar eventjes mee doen. Hier paaseieren van de Easter. Nee, niet de Easter egg. Van de Eggwind van Pasen. En dan denk ik dat ik nu wat nutparcours ga doen. Om het even te laten zien. Ik heb ook gewoon een parcours, maar die lukt nogal moeilijk met opname lag. Hier, deze is heel simpel. Je krijgt er bovendien ook maar 15 voor. Dat is echt helemaal niks.
En je hebt trouwens ook een eigen server resource pack. En het, ja, kijk, die heb je gehaald. Ik ga ook een IP in de beschrijving zetten, dus, zodat jij er ook op kunt spelen. En vergeet niet server resource packs op enable te zetten. En ik ben mijn muziek vergeten aan te zetten. Haha, laat maar even doen dan. Heel heet, hè. Ha. Staat nu aan. Het is nieuw. Dat klopt. Het is hartstikke nieuw. Maar zo hoor je het geratel als het goed is niet meer van mijn computer. Even het parcours gehaald. Kan ik nog alleen doen. Iets moeilijker, maar ook niet moeilijk. Die tweede is ook geen domme raam hoor. Die is zo simpel. En ja, daar ook die iron vind ik zelf heel moeilijk. Die sla ik grappig over tenzij ik en dan zei ik een enderman of heel. Dan heb ik een enderpearl en dan gooi ik een torrent opje. Dat kan ook. In de PvP world kun je mobs tegenkomen. En stel je komt een enderman tegen en je kilt hem. Dan heb je een enderpearl en dan kun je een parcours gewoon voorbij gooien. Dan word je niet voor geband of zo, dat mag. Ik weet niet waarom, maar... We gaan nu naar Warp Games. Dat parcours, dat is te moeilijk, zo'n groot parcours met lag van de opname. Je mace heb je chest. Ik weet niet hoe je dat moet joinen eigenlijk. We gaan nu weer mace doen, de slides weer in mace. Die ken ik erg goed, die kan ik erg snel halen. Dus laten we die maar even snel showcasen. Ja. Ik weet dat je die eerste niet moet nemen en dan ga ik gewoon, en dan volg ik altijd gewoon de rechte muur. En dan weet ik ook dat ik sommige wegen gewoon niet kan nemen omdat het gewoon dicht zit. Terwijl het doodloopt. Maar dan kijk hier, kom je hier, bij dit soort dingen moet je ook nooit die kant op zijn als je hier al bent. En kijk dadelijk hier. Daar, nee, nu nog niet. Maar hier bijvoorbeeld weet ik dat je gewoon niet heen moet, want je moet verder die kant op. Kijk, daar moet je dus ook niet heen, daar niet vandaan. Het is te donker. Kun je eigenlijk allemaal wel een beetje zien. Nou, ben ik er bijna zo te zien. Ik ben trouwens ook benieuwd of jullie wat muziekje vinden. Wat, laat achter in de reacties wat jij ervan vindt. Ik vind het wel super tof, en heel veel kanalen gebruiken dit muziekje. Ik wou alleen nog een hele lijst maken met verschillende muziekjes. En kijk, we hebben gehaald. Ik heb hem al gehaald. Aha. Dan moet hij weg. En dan heb je ook nog droppers en dat vind ik super irritant. Super wave voor mij. Dat is heel niet leuk. En ik heb ook een slider in. Faction Home, eigenlijk heet dat. Ja, dropper 1 is makkelijk. Heel makkelijk. Kijk, deze verhaal. Ik denk dat jou dat ook wel gaat lukken hoor. En ik heb inmiddels weer meer geld verdiend. Dat gaat heel snel als je alles gewoon continu doet. Ik heb al 1500, 15k, 15,3k. Dat is... Nou ja, heel veel pro's die boven 15 jaar plus zijn, hebben dat nog niet. Tenzij ze voor je weer heel groot sparen. Dan moeten ze 17 jaar zijn voor alle grote dingen. En die daily mission kan ik helaas niet gaan doen. Zou misschien ook, als ik grote kanalen heb, dan kan ik misschien in gaan sponsoren. En dan iets met... Ik sponsor hun, lijkt me wel leuk. En dan hun geven mij daar een of andere YouTuber in voor met van die voordelen. Oké, ik dacht dat dat... Nou. Even kijken waar ik je nog naartoe kan brengen. Dat is bijzonder. En voor de mensen die hebben een bijnaam. Zoals je Lupin, of wel Lupos in het Nederlands. Dat zijn gewoon mensen die hebben een rank gekocht. Dat zijn gewoon hartstikke hoog, weet ik veel. En laat ik nu eens... Maar gewoon maar een Lup parcours doen. Niet boos worden, hè? Nee, dat doen jullie ook niet, maar... Ik heb positief publiek. En dat motiveert mij enorm. Ik heb nog geen enkele negatieve gedaan. Sorry. Maar goed, gewoon een keertje dus.
kan eigenlijk niet zeggen dat het een lekker is. Heb jij bijna je VWL-diploma binnen? Je kunt er meer mee dan je denkt. Oh, reclames. Als officier bij de wereldwijde missies. Krijg je gelijk op veel verantwoordelijkheid en bepaal je niet alleen de richting voor jezelf, maar ook voor anderen. Klik op de banner binnen Spotify. Kom op, ga weg met je reclame, jouw officiersopleiding op wetenschappelijk niveau. Ik zie dat het ook al officier bij Defensie. Je moet het maar kunnen. Ja, nou ga ik echt niet meer falen. Dat kan ik je garanderen en dan gaan we leren weer. Yeah, 150 money. Kijken wat we hebben. Ja, veel. En ik wou jullie wel bedanken voor het kijken nu. Ik vind dat ik wel lang genoeg heb gespeeld. Ik heb uitgelegd wat je op deze server kunt doen. Bedankt voor het kijken. Ik vind het een super vette server, maar ik wou jullie nog even laten zien. Hier. Uitklik voor food. Eten kan je ook 2 uur doen. Kijk maar. Dan moet ik 1 uur zelfs. Maar bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je deze serie vindt. En abonneer voor meer, want dit gaat gegarandeerd door. En doe ook even achter in de reacties wat je van het muziekje vindt. Ik ga even regelen dat er minder reclames komen. Dan moet ik volgens mij meer muziekjes achter elkaar doen. Zodat de playlist nog niet afgelopen is. Laten we dat maar even doen dan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dit was Milan. Ik zie jullie.